Dit is de plek waar we gebedsgemeenschap hebben, hier in Amersfoort. 155.000 mensen wonen hier en we willen heel graag voor hen bidden en ook samen met hen bidden. Eigenlijk in de eerste plaats omdat God het vraagt. Omdat God zelf zegt, Jeremia 29 is voor mij daarin heel belangrijk geworden. Bid tot de Heer, zegt de Heere God zelf, bid tot de Heer voor de stad waarin ik je gestuurd heb. En nou ja, dat betekent dus dat je niet voor niets woont op de plek waar je woont. Dat als je gelooft dat God je leven leidt, dat dat dus ook daarmee te maken heeft. Dat je op deze plek woont en dat je hier dus ook je christen zijn mag in praktijk mag brengen. Omdat wij geloven dat God gebeden verhoort. Ik bid wel vaker, dan zeg je Heer, zegen de stad. Maar wat dan? Wat dan? En ik denk dat God heel erg verlangt naar heel concrete gebeden. Want dat betekent dat je ook heel bewust om je heen gaat kijken. En zegt van, wat is de nood van de stad? Wat zien we aan mooie dingen en aan moeilijke dingen? En hoe kunnen we die dan met elkaar bij de Heere God brengen? In het vertrouwen dat God daar iets mee gaat doen. Of door ons heen. Heel vaak zie je dat de bidder zelf ook degene is die meewerkt aan de verhoring van het gebed. Dat God iets op je pad brengt. Of door andere mensen of door andere situaties heen. Maar God vraagt, bid voor je stad. Nou, dat is wat we met elkaar gaan doen. En dan staan we open voor wat er dan op ons pad komt. Want als je dan voor een stad gebeden hebt en je fietst daar vervolgens doorheen, dan zie je opeens heel andere dingen. Ik merk in gesprekken hier in de stad dat mensen echt heel veel behoefte hebben aan wat je dan noemt spiritualiteit. Aan een moment van rust, van stilte, van even gericht zijn op het hogere, op God. En ik denk dat als je dus zo'n gebedsgemeenschap met elkaar, functioneert ook echt zo, dat mensen zeggen, hey, mag ik meebidden? Ik heb ook wel iets om voor te bidden. Of wil je voor mijn moeder bidden, die is erg ziek? Of, als je gebed aanbiedt aan mensen, of als je de deur open hebt staan en zegt, hier wordt voor je gebeden, of hier mag je voor je laten bidden, dan komen mensen ook daadwerkelijk daarvoor naar binnen. Willen ze ook heel graag daarbij betrokken zijn. En bijvoorbeeld, een van de dingen die ze heel vaak vragen is, mag ik hier ook even een kaarsje branden voor mijn opa of voor mijn oma? En dus even een moment van besef, zij zijn in de hemel, ik ben hier op aarde, God is bij ze, God is ook bij mij. Dat soort ontmoetingen merken gewoon dat die heel behulpzaam zijn voor mensen om toch betrokken te zijn op God en op geloof, zonder dat ze gelijk een kerk binnen willen stappen. Je komt binnen en dan doe je bijvoorbeeld je schoen uit. Om even gewoon fysiek te voelen, de plaats waarop je staat is heilige grond. Je gaat hier God ontmoeten. Daarna is die gebedsplek zo ingericht dat er overal, bijvoorbeeld door middel van foto's van de stad, portretten, een soort plattegrond van de stad, dat er overal dingen zijn die je herinneren aan, kijk, zo ziet onze stad eruit, dit gebeurt er in deze stad. Dus er liggen gebedspunten liggen ook al klaar, zodat je kan zeggen, hey, ik pak dit gebedspunt en hier ga ik me vooral op richten. Ik ga me richten op de scholen, of ik ga me richten op de kerken, of ik ga me richten op het bestuur van de stad. En daar kan je dan heel specifiek voor bidden. En dat bidden, dat doe je ook niet zomaar met handen samen, ogen dicht. Ik zeg eigenlijk, zo'n gebedsplek is een beetje bidden met je ogen open. Dus wat je vaak doet, is dat je dan bijvoorbeeld je gebed opschrijft. Hangen grote flappen met stiften erbij. Je schrijft daar je gebed naar God op. En dan merk je dat mensen die na jou komen, vaak dat ook weer lezen. Als je daar zo binnenkomt, dan lees je dus heel veel gebedspunten van anderen. En dan ga je als het ware mee in die beweging en zeg je, oh ja, maar dat is ook mijn gebed. Het gaat erom dat het een gewijde plek is. Wij noemen het ook wel de binnenkamer van de stad.